van der Staaij via Twitter. En hij zegt, SGP inzet belastingplan oneerlijke kloof 1 verdieners, 2 verdieners verkleinen. Kabinet werkt niet mee, einde oefening. Die partij bent u kwijt. Ja, oké. Okay. We gaan kijken wie er nog meer binnenkomen. U houdt het mij in de gaten. Kijk, ook met Kees van der Staaij moet ik zeggen, zijn de gesprekken buitengewoon goed verlopen. Ook met Albert Dijkgraaf. Maar het is zeker waar dat ik ook weet dat in de kring van de SGP hele bijzondere wensen bestaan. Maar als we die zouden honoreren, dan zou de positie van de eenverdiener inderdaad verder verbeteren. Die verbetert overigens al in het belastingplan. Die gaat zonder het belastingplan erop achteruit. Maar met het belastingplan verbetert die. Die zou in de wensen van de SGP een stuk verder verbeteren. Maar, en dan kom ik bij een van de belangrijke doelpalen die we hadden bij deze gesprekken. We willen ook die werkgelegenheidswinst. En die zou compleet verdampen. En dat vind ik gewoon maatschappelijk niet uit te leggen. Heeft staatssecretaris Wiebes bij andere oppositiepartijen gesondeerd of deze wijzigingen haalbaar zouden zijn? Het enige wat we hebben gedaan is als kabinet ons ervan vergewist of wij zelf menen hiermee een nota van wijziging neer te leggen die recht doet aan de verschillende opvattingen die uit de vele gesprekken zijn voortgekomen. U heeft nog geen enkele garantie op steun? Ja, garanties op de stofzuiger. Hier is het echt zo. We weten wat de partijen wensen. Vergroening bij een aantal partijen. Anderen weer op het punt van de positie van ouderen. Weer anderen op het punt van de kinderen. Positie van ouders met een gehandicapt kind. Bedrijfsleven. En ik denk echt dat we deze nota van wijziging over een heel breed front laten zien dat wij met die wensen rekening houden. Maar eigenlijk zegt u ook tegen die oppositiepartijen, als jullie hier niet mee akkoord gaan, dan is het jullie schuld dat mensen die 5 miljard aan lastenverlichting niet krijgen. Nou, ik zeg helemaal niets. Ik zeg, laten we nou... Nee, ik zeg alleen, en dat voel ik ook zo bij de oppositiepartijen, ik zeg dat echt anders, dat er een gedeelde verantwoordelijkheid wordt gevoeld om de werkgelegenheidswinst, de lastenverlichting. We hebben de afgelopen jaren om uit de crisis te komen met z'n allen moeilijke maatregelen moeten nemen, waaronder ook lastenverzwaringen. Er is nu ruimte voor lastenverlichting. Er is heel breed de wens om die ook toe te kennen. En ik vind het ook heel reëel dat de partijen er allerlei wensen bij hebben. Maar ja, het feit is wel dat ze erg uit elkaar liggen. En we echt een serieuze poging hier doen. En ik denk ook een poging die kan werken om ervoor te zorgen dat je die verschillende wensen op één lijn brengt. Is het een serieuze poging of een beetje een wanhoopspoging? Nee, dit is echt een serieuze poging. Omdat ik ook merk bij die partijen dat ze zelf ook zeggen, de wensen zijn heel verschillend. We zien dat ook. En ik denk dat we erin geslaagd zijn met deze nota van wijziging. Met veel van die wensen die erg uit elkaar liggen, toch zo goed mogelijk rekening te houden. Al zal waarschijnlijk geen enkele partij zeggen, nu heb ik helemaal wat ik wilde. Maar ja, dat geldt dus ook voor Partij van de Arbeid en VVD. Want deze nota van wijziging brengt ook wijzigingen aan in het eigen plan die we afwijken van wat wij zelf hadden bedacht. Dus alle partijen, ook Partij van de Arbeid en VVD, doen daar natuurlijk water in de wijn in het belang van een parlementaire meerderheid.